extra. Janine is... Ja, ik kwam hem tegen bij de kringloop. En ik heb het vergeleken met de Oud-IJzerprijs. En ik denk, nou, dat kunnen we wel doen. Even kijken. Oh ja, oh ja. Moet ik even, kom je weer lekker gezellig aan deze kant? Ja, krukje erbij en zo. Ik vond het wel lekker gaan. Oh, sorry. Dan moet ik even... Nee. Verboden te voederen. Nou, iets te drinken mag wel. Wat zeg je nou? Ja, dat doen we ook bij het echte liedje. Dat duurt niet zo lang meer. Ja, nee hoor. Nee, dat redden we. Nee, ik mag niet. Ik moet nog rijden. Nou, een glaasje water. Gewoon kraanwater, gewoon gemeentepils. Laat mij nou even... Ken het nog even? Joh, je hebt toch nog wel een zin? Ja, we zijn hier eigenlijk bezig met een... Ja, moet je oppassen. Want, nee, dat vertel ik zo meteen wel. Ik ga eerst vertellen even waarom we opa bij ons hebben. Want we verdienen aan dit optreden... Verdienen we helemaal niks. Behalve dat we opa bij ons hebben. Want opa die heeft namelijk een PGB en een... En een zorgcontract. En hij zit in een reminiscentieprogramma. We hebben dat woord moeten leren, want dat moesten we voor tekenen. Opa die weet het niet zo heel erg goed meer. En af en toe dan is hij een beetje kwijt. Maar als je hem nou een basgitaar omhangt, dan gaat het meestal wel. Dus kom je nou nog aan deze kant? Oh ja, moet je even drinken. Dus dan mogen we hem meenemen van de zorginstelling. Maar niet voederen. Ja, maar niet voederen. Een play in een bad. Als ik dat ooit had. Of een douche zo klein. Wat zou opa dan zielig zijn? De kraan doet het niet. De gootsteen is zo lekker als een vergiet. Alles zit hier verkeerd. Wanneer wordt... Ik nou heb gesaneerd. Mijn doos is kapot. Er zit een gat in de pot. En de stortbak is totaal dichtgekeerd. Er zitten splinters in de grill. Snap je nu eindelijk wat ik wil? Als ik bij jouw visite kom en de huisbaas die wil enkel maar centen voor de huur. Ik kan met mijn klachten niet terecht. Nou, toen kakte ik braaf een week lang in de Telegraaf. En die heb ik in zijn BMW gelegd. Was mijn protest.
En ietsje pietsje anders dan de rest. Daar zat meneer de speculant, staalwetje, die klopt zo. Met zijn mooie broek op zijn favoriete krant. Nou ruikt hij eens ook. Wat ik al jarenlang rook. Dit was de droeve klacht. Van opa die op zijn sanering wacht. En een bad. Als ik dat toch zat. Of een douche zo klein. Wat zou opa dan zinnelijk zijn? De kraan doet het niet. Die grootsteen is zo lek, zo lek, zo lek als een verriet. Alles zit hier verkeerd. Wanneer word ik nou weggesaneerd? Alles zit hier verkeerd. Wanneer word ik nou weggesaneerd?